Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb een groot probleem. Zoals jullie weten is er laatst iemand tegen mij aangereden, tegen mijn auto aan, en die weigert om te betalen. Alles is duidelijk, alles is logisch, maar ze weigert gewoon. Ik ga je vandaag kort uitleggen wat er gebeurt. Dit is een ongelofelijk verhaal. Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb een groot probleem. Er is dat iemand tegen mij aangereden met zijn auto, met haar auto, tegen mijn auto. Vieze vuile dikke En diegene weigert nu te betalen. Het is echt ongelooflijk. En ook de manier waarop het gaat, het is bizar. Dus dat wil ik jullie meenemen, want het is echt, het slaat echt helemaal nergens op. Even voor de context, ik heb een auto. Dit is mijn auto. Ja, echt een mooie auto. Super blij mee. Ik ben er super netjes mee. Zit altijd in de garage. Altijd goed onderhoud, altijd mooi. Maar alles veranderde toen de vuur... Nee, toen ik gewoon stond voor een stoplicht en er een vrouw tegen mij aanreed. Ik stond gewoon stil voor het stoplicht. En terwijl ik gewoon zat te kijken naar het stoplicht, gewoon, ik stond gewoon stil. Hè. Ik stond vooraan, ik stond gewoon stil, ik stond gewoon te kijken. Ineens, doek. Ik heb hier een kleine reconstructie van gemaakt. Hier was het, mensen. Deze afslag. En in de verte zie je het stoplicht al. Daar rechts is City Skydive. Ik kan echt niet begrijpen dat iemand City Skydive leuk vindt. Ik snap daar dus echt geen reden van. Even kijken of er geen witte Audi achter me zit. Want ja, die willen nog eens tegen je aanrijden. Hier stond ik dus. Hier was het stoplicht. Daar stond ik stil. Ik stond dus helemaal vooraan. Ik zal een kleine reconstructie maken, of vind ik het wel lastig. Potverdomme. Ah, dat is echt vervelend dat dit gebeurd is, zeg. Oh, joh, dit is echt irritant. Nee, oké, zo ging het niet. Het ging meer zo. Tok. Godgloeiende nou, op dat moment stapte het dus uit. Ik stapte uit en de vrouw stapte ook uit. En het was eigenlijk een hele lieve vrouw. Het was echt super lief. En ze zei van, weet je wat het is? Sorry, het spijt me. Ik zat niet op te letten. Nou, gewoon fucking dom natuurlijk. Want uiteindelijk is het zoveel gezeik als je, ja... Het is gewoon zoveel gezeik en heb je geen zin in. We stapten ook uit en ik zag wel dat aan haar auto wat meer schade zat dan dat deze keer veroorzaakt was. Dus dat was denk ik niet de eerste keer dat ze ergens tegenaan reed. Toen ze even bij mij kijken, maar mijn auto was toen een beetje vies. Dus ik kon niet zo goed zien. Ze zei, nou volgens mij is er geen schade. Ja, ja, ja. Zij zei, neem mijn telefoonnummer maar even, dan kunnen we dat overleggen. Dus ik dacht, nou ja, de schade die het heeft, wil zij gewoon afrekenen. Nou nu... Nu begint de waanzin, mensen. Nu begint de absolute waanzin. Toen ik in de garage stond op kantoor, heb ik een filmpje gemaakt. Dat is dit filmpje. Ik zit in de garage. Ik zie dat er wel wat meer puntjes zijn. Hier, nou je hebt hier de afdruk van het ding. Hier zie je een deuk. Dus ik ga het even, ik vrees dat de bumper opnieuw gespoten moet worden. Allemaal echt wel vervelend, moet ik zeggen. Wel, ja, gewoon irritant. Maar ik was op kantoor en ik kwam chagrijnig binnen. Dat was niet normaal. Want er ging uiteraard de podcast opnemen waarin ik dit verhaal ongeveer ook vertelde. Ik zei, wat de fuck gebeurt hier? Nou ja, dus ik, auto uit. En dan heb je een moment, had ik, van, heb ik nou iets fout gedaan of was de persoon achter? Nou ja, ik zag, keek in mijn spiegel en dan zag ik dat het dus een vrouw was. Oké, mensen, nog belangrijker. Wat heeft dit mij gekost? Dit is eigenlijk waar het om gaat en waar het mij om draait. En hierna wordt het nog veel zieker. Ik heb hierna nog appberichten, telefoongesprek, ongelooflijk. Oké. Ten eerste, het spuiten. Het moest een klein beetje uitgedeukt worden, gespoten en zo'n klein klepje als stuk. Het spuiten in totaal was niet goedkoop. €780. €780, hoe komt dat? Nou ja, bij dure auto's heb je altijd dat alles duurder is. Ik heb geen idee waarom, is nou helemaal zo. En ja, het is blauw. Ten tweede, want dit rekenen we nog niet eens mee, hè. Maar dit mag je dus niet terugvragen. Ik moest een leenauto. Die auto heeft in totaal een week bij de spuiter gestaan. Geen idee waarom. Eén dag heen rijden, één dag terugrijden. En... 5 dagen buiten, 2 dagen weekend. Nou, dan ben je er eigenlijk al. Ik kreeg in die tijd een leenauto mee. Die leenauto werd ik geblest. Ik kreeg 50% korting. Dat was €25 per dag. 25 keer 7, €175. Daarnaast parkeer ik altijd in Amsterdam. Nou staat deze auto, dat kenteken staat geregistreerd. Want daar heb ik een vergunning mee. Dus je mag gratis parkeren in Amsterdam eigenlijk. Ongeveer. Maar met de leenauto niet. Parkeren in Amsterdam, €35 per dag. En dat is na 6 uur al, dus ik heb elke dag €35 geparkeerd. 25 keer 7, €245. Seb, ik was, doordat deze mevrouw tegen mij aanreed, alleen dit al kwijt. Dat is in totaal €420. Trouwens, kleine kanttekening. Ik had wel een andere auto mee en daardoor hoefde ik wel minder te tanken, want mijn auto is heel onzuinig. Dus het was iets minder dan €420. Maar dit ben ik zelf al kwijt. In totaal €1200. Maar ja, dan zou ik dit eens terug horen te krijgen. Maar ja, daar komen we dus nu op. Bizar verhaal. Ik ben tussen de tijd dat het verschrikkelijke ongeluk gebeurde, ben ik eerst een week op vakantie geweest. En toen heb ik meteen een afspraak gemaakt, maar dat duurde even. En dat duurde zelf 2 weken, omdat mijn auto had ook onderhoud nodig. Dus ik kreeg pas 2,5 maand daarna, kreeg ik de factuur. Wat ja, wel laat is aan de late kant. Dus toen wist ik ook hoeveel het kostte. €780, €781. En toen stuurde ik uiteraard een appje van, luister, het is €781. Wil je het meteen betalen of moet de verzekering het doen? Nou, wat er toen gebeurde, toen brak mijn klomp. Ik liet die schade maken. Ik zeg, hoe wilt u het verder oplossen? Wilt u het via de verzekering doen? Of wilt u het gewoon zelf betalen? Veel makkelijker. Dan ga je ook geen schadevrije jaar naar beneden. Waarop ik de reactie krijg, en dit is ongeloof, vanaf hier begint het dat ik echt denk, wat de fuck. Hoi Koen, verbaasd ben ik wat van je te horen. Aangezien na 13 maart niets meer gehoord, ging ik ervan uit dat er geen schade was.
What the fuck? Hoe kan er geen schade zijn? Ik heb een filmpje gezien, ik heb foto's gezien van de schade. Hoe kan er dan geen schade zijn? Vanaf hier was ik het volledig kwijt. Dus ik zei, ik ben eerst weg geweest en toen is de auto naar de garage geweest. Ik zal de factuur sturen. Ik stuur de factuur mee, dan kan ze zien dat ik het bedrag niet zomaar verzin. Dat het bedrag wel ergens vandaan komt. Of zij zegt, dat je dezelfde dag moet regelen en misschien de volgende dag. Je kan niet 2,5 maand later terugkomen. Dus ik denk... Dit is echt bullshit. Maar weet je, voor de zekerheid ben ik toch even de verzekering. Ik bel de verzekering en zeg, yo, dit gebeurt, wat moet ik doen? En zo, nou, je mag voor mij tot 3 jaar mag je schade doorgeven, ook al heb je het al gemaakt. Ja, de mensen die mij kennen, ik raak dan geïrriteerd. Dus ik zeg, wat is dit nou weer? Er staat mega lange wachtrij bij de garage, alleen mijn auto heeft al 2 weken gestaan. Zou ik het überhaupt na 2 dagen kunnen regelen? Als u uw gegevens kan sturen, dan regel ik het wel verder met de verzekering. Zoek op 3 juni. Blauwe vinkjes. Niks. Dus ik echt, jongen, ik ben helemaal lijp. 6 juni zeg ik, zou hierop kunnen reageren, uit ben. Blauwe vinkjes. Geen reactie. Stuur ze de dag erna. Goedemorgen. Op dat gaat mijn verzekeraar. Zij vinden het ook vreemd dat je na bijna 3 maanden hier terugkomt. Ja. Het ding was dus, de schade was gebeurd, maar ik kan mijn auto niet zomaar kwijt zijn. Want ik moet elke dag rijden overal naartoe. Ik kan niet mijn auto zomaar ergens bij een garage stoppen. Zeker niet als het 2 weken duurt. Dus van, wat mij betreft laten we je verzekering lopen. Zo'n moeilijk verhaal voor je worden na 3 maanden. Bloed onder die nagels. Wat raar is, want toen die vrouw tegen me aanreed, was een hele lieve vrouw. Ik snapte niet waarom ze ineens zo agressief deed. Want je rijdt gewoon tegen me aan. Betaal gewoon. Of let op. Maar je bent tegen me aangereden, dus betaal. Dus ik stuur van 12 april ingeleverd, bla bla, meer dan 30 dagen dat gebeurd is. Daar zou ik de volgende gegevens ontvangen, naam, iemand, adres, kenteken. Want dan kon ik via de verzekering laten lopen. Tuurtje, ik bel je vanmiddag. Ik wacht. Niks. Ik stuur een avond, morgen kan ook. Zo van, kan je morgen ook bellen? 7 juni. Dat is een dinsdag. Zou ik die dag bellen? Zondag, nog niks gehoord. 5 dagen daarna. Tuurlijk, zou je dit nog kunnen sturen? Gewoon de gegevens, weet je. Nou, vinkjes, geen reactie. Dinsdag word ik ineens gebeld. Nou, en toen begon het. Ik werd gebeld en ja, er werd gewoon weer vriendelijk gedaan. Want ja, dit is gewoon een, volgens mij een hele lieve vrouw. Dus er is niks meer aan de hand. Ik zeg, hey, kom. Ik zeg tegen me van ja, nou ja, over die schade. Dat gaat lastig worden. Want je had meteen een formulier moeten invullen. Ja, we hadden eigen schadeformulier moeten invullen, weet ik nu ook. Maar ja, er was nog nooit iemand tegen me aangegeven. Zei ik tegen haar van ja, er is nog nooit iemand tegen me aangegeven. Dus ik wist dat niet. Oké. Nou ja, we kunnen via de zegen laten lopen. Of, hier komt het hè. Of, en hiermee schoot ik echt aan mijn pan. Zeg, of ik kan je nu €250 overmaken. Nou, even een kleine throwback naar wat dit mij totaal gekost heeft. In totaal 1100 euro. En €250? Het is geen onderhandeling. Je bent tegen me aangereden. Ik verkoop geen fiets. Nou, dus ik zei €250. Ik zei van, vindt u dit niet een beetje raar? Ik ben dat tegen me aangereden. En toen had ik volgens mij door, dat zij ook wel door, dat het een soort van raar was. Dat ze een soort van geen onderhandeling hoeveel schade ze ging betalen. Nee, dat was echt bizar. Dus dat gesprek eindigde niet vriendelijk. Want ik werd het boos. Ze zei van, nou, ik ga nu ophangen. Zei ze, ja, doei. Toen zei ze net van het telefoongesprek ophing van, ik stuur wel mijn gegevens en dan kan je hier verzekering oplossen. Ik dacht, prima, doen we dat. Jullie mogen raden. Geen gegevens. Welkom, dames en heren. Vandaag zijn wij op zoek naar de persoon die ervoor heeft gekozen om tegen de achterkant van mijn auto aan te rijden. Helaas heb ik geen gegevens van diegene, dus ik vraag jullie om jullie hulp. Even voor de duidelijkheid. Dit gebeurde op 12 maart 2022 naast dat ding waar je in springt achteraf vliegen. En ik stond als eerste voor het stoplicht met mijn blauwe auto. Achter mij doemde een witte Audi Q5 op. Plaatje. Wit Audi Q5. In plaats van te remmen, besloot deze persoon keihard tegen me aan te rijden. Met een whiplash en hersenletsel tot gevolg. Nee, dat is niet waar. Het was een vrouw van ongeveer. Ja, ik vind bij vrouwen leeftijd inschatten altijd een beetje lullig. Net als gewicht doe je ook niet. Dus ja, daar ga ik niet aan de branden. In ieder geval ouder dan 50. En ik heb door een professioneel tekenaar een tekening laten maken voor €500. En misschien kan je haar herkennen. Wellicht is het je moeder of je oma of zo. Geef het dan door. Stuur mij een Instagram DM. Want samen kunnen we deze persoon vinden. En kan ik mijn geld terugkrijgen wat ik verdien. Ga je tekening laten zien? Let op, dit kan schokkend zijn. Want ja, het kan zomaar ineens je moeder zijn die je hier ziet. En dat zou natuurlijk wel schrikken zijn. Herken je deze persoon? Ja, ik had dus echt geen idee hoe ze eruit zag. Ik heb dus helemaal geen gegevens. Dus ik hoop echt dat ze gaat reageren. Dus als je dit ziet, reageer even. Want ik wil je gewoon vinden. Want ik wil mijn geld terug. Weer bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Opsporing Verzocht. Doe wel een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En hopelijk. Ja, vond je deze storytell video's nou leuk? Dat is helemaal goed. Dan zal ik vaker zorgen dat de mensen tegen me aanrijden. Dan kan ik dit vaker doen. Nee, even zo'n dolle gekke grappen. Dank voor het kijken. De groet. En hopelijk krijg ik mijn geld terug. Volg me op Instagram en blijf op de hoogte. Mijn Instagram is cool. De groeten.